Goedenavond. We beginnen met de apenpokken. Deze ziekte grijpt in korte tijd flink om zich heen in Europa. Ook in Nederland zijn inmiddels 2 gevallen bekend van mensen die apenpokken hebben. Reden voor het RIVM om een quarantaineadvies te geven van 3 weken en de ziekte ook de A-status te geven. We hebben nu contact met Paul Lieversen van artsenorganisatie CMF Nederland. Goedenavond, meneer Lieversen. Goedenavond. En fijn dat u even in de uitzending kunt komen. Wat is dat precies voor virus, dat apenpokken? Ja, het heet apenpokken omdat het voor het eerst is vastgesteld in de jaren 50, 60 geleden bij apen. Maar eigenlijk is het een ziekte die vooral onder knaagdieren voorkomt, konijnen, ratten, in Afrika. Ja. En hoe verspreidt het zich? Alleen het rare is, en u zei het al, het is nu een aantal keren voorgekomen, dat het ook zelfs 100 keer al in de wereld, dat het bij mensen is vastgesteld in de afgelopen periode. Ja, want hoe verspreidt dat virus zich? Nou, het verspreidt zich als mensen ziek zijn door het uitademen van lucht waar het virus in kan zitten, maar meer nog door de blaasjes die op de huid kunnen komen als men ziek is. En het zijn trouwens inmiddels in Nederland 6 gevallen die vastgesteld zijn. Mm. En het lijkt erop dat het vooral is door seks. Ja. Het kabinet heeft meteen de ziekte opgeschaald naar de A-status. Dat is de hoogste die we kennen in Nederland. Is dat niet een beetje snel? Ja, de reden is vooral toch omdat er onduidelijkheid is. Ja. De ziekte is minder dramatisch dan veel andere ziektes die de A-status hebben. Maar omdat we niet goed begrijpen waarom het eigenlijk zo is, dat het van dier nu zoveel mensen daarmee besmet zijn, dat is de reden om de meldingsplicht ingevoerd te hebben en de quarantaineplicht. Ja, die quarantaineplicht is er ook en die geldt maar liefst 3 weken. Is dat niet wat lang? Ja, dat heeft alles te maken met de incubatietijd. Voordat iemand ziek wordt na de besmetting, dat kan 1 of 2 weken duren, maar zelfs 3 weken. Vandaar 3 weken quarantaineplicht. Ja, ja. Nou, denken wij natuurlijk onmiddellijk weer terug aan de start van de coronapandemie, 2 jaar geleden. En de maatregelen die daarvoor genomen werden. Is een angst daarvoor dat het opnieuw terugkeert terecht? Nou, dat is het eigenlijk nu niet. Alleen, er zijn veel raadselen. En dat is de reden om aandacht aan te schenken, ook in dit programma, heel goed. Ja. Trouwens, het grappige is dat mensen van mijn leeftijd, die ook nog als kind, als baby, pokkenvaccinatie gehad hebben, beschermd zijn. Want het pokkenvaccinatie beschermt ook tegen apenpokken. Mm. Maar het is een ziekte die vooral ziekmakend kan zijn en ernstig kan zijn bij jonge kinderen en bij mensen met verminderde weerstand. Dus om die reden is het terecht om je wel aandacht te blijven schenken. Ja. Ja. Hoe gaan de komende weken verder, denkt u, als arts? Ja, ik denk dat er is geen reden om te denken dat het zomaar meevalt. Dus het aantal gevallen zal zeker kunnen toenemen. Maar mijn voornaamste zorg is eigenlijk een parallel hieraan. Het feit dat nu een virus overgesprongen is van een dier naar de mens. Ja. Ja, wat gaat het betekenen op de andere virussen, zoals het varkenspest of de vogelgriep? Gaat het ook een mutant opleveren die misschien kan overspringen? Dus het is zeker belangrijk dat onze GGD'en en ook de RIVM hier alle aandacht aan geven en nadenken hoe dit in toom te houden. We gaan het in de gaten houden. Dank voor uw toelichting, Paul Lieversen van CMF Nederland.